aantal zaken welke zich voordoen in het district Kommerwijnen. Daarvoor vraagt parlementariër aan Zadi dan de nodige aandacht. Heel wat gebieden die vanwege de harde regens eerder deze week onder zijn gelopen. Maar er zijn nog een aantal andere brandende issues waarvoor de samenleving van Kommerwijnen aandacht hebben gevraagd aan mevrouw Zadi om het hier in het parlement naar voren te brengen. U hoort parlementariër aan Zadi in gesprek met TBN Prime Alert. Mevrouw Zadi, wij hebben beelden gehad van verontruste bewoners, van onder andere Johanna Margrethe, dat het daar allemaal onder water is gaan lopen als gevolg van het niet optimaal werken van de sluizen en ook dambreuk. Zijn er nog andere plaatsen in het district Kommerwijnen die getroffen is door de harde regens van eerder deze week? Ja, dank u meneer Ganesh. Ik groet uw kijkers, volgers en natuurlijk u ook en uw assistent. Waar het op neerkomt Kommerwijnen, meneer Ganesh. U hebt de beelden van Margrethe gezien, maar als u de beelden van elders ook ziet, Kommerwijnen, ik praat nog maar even over Kommerwijnen, dan is het natuurlijk triest. En natuurlijk, wanneer wij zeggen het zijn de weergoden, El Niño, er valt veel regens, dat is een feit, dat gaan we niet ontkennen. Maar meneer Ganesh, wanneer het droge tijd en ik vaak hier aan de bel trek, minister, wanneer begint u met de werkzaamheden dat wanneer het regent, zeker dat deel wordt gedaan? Want wanneer er klachten vanuit Margrethe dat de sluis niet op tijd wordt opengemaakt, dan zijn allemaal menselijk falen. Dan kun je zeggen, de wachter of wie dan ook. Maar er is een beleid die daarop moet toezien. Er is leidinggevende. Ik heb vanmorgen de districtscommissaris gesproken. En die zei, mevrouw Zadi, het districtsfonds krijgt niet op tijd het geld. Los van dat het ministerie van OW, wanneer het droge tijd is, maar men vrolijk verder zingt zonder te kijken wat de gevolgen zijn wanneer het regent. Bovendien, deze voorspelling had ik in mijn vorige programma duidelijk aan u getoond. Ja, science. En als droge tijd verder niks wordt gedaan, ik had ook aangekaart Richelieu, die grote kanalen, Tamarejo, de hulp, het landbouwgebied. Weet u, dan zitten we te kijken en zeggen, het zijn de weergoden, het is de natuur. De natuur is er, dat weet ik wel. We kunnen niet vechten tegen de natuur, maar we kunnen wel ons verstand gebruiken. Het beleid aanpassen en prioriteiten stellen. Wanneer de DC vanmorgen mij zegt, mevrouw Zadi, 4 kwartalen wordt gestort voor het distressfonds. Maar er is nog niets gestort en we zijn nu al naar het 3e kwartaal. Dus dan blijf ik zeggen, weer mijn liedje, waar stelt de regering prioriteiten? En u weet, het zijn niet alleen maar Margrethe met de dambreuk, resort Alkmaar, resort Tamarejo, delen van Meerzorg liggen onder water. Als de kanalen op tijd worden schoongemaakt, meneer Ganesh, het water voert door naar waar het moet, dan zou het niet zo erg zijn. Kunt u in deze, dus een beschuldigende vinger, wijzen richting de burgervader? Ik ga geen beschuldigende vinger wijzen naar de burgervader. Ik ben altijd in conclaaf met de burgervader. Maar de burgervader weet ik ook dat die aan handen en voeten gebonden zijn. Daarom, meneer Ganesh, ik hoop wanneer het zover is dat er een ander beleid wordt gestuurd naar die kleinere organen of lagere organen, zoals je het wil noemen. Voor mij zijn het geen kleinere en geen lagere organen. De RR en DR zijn belangrijke organen die dagelijks in het resort weten wat reilt en zeilt. Ik pleit ervoor dat de RR en DR's een eigen budget krijgen, zoals wij hier in DNA een budget krijgen en de leiding moet daar met het budget omgaan. Zo moeten de RR's en DR een budget krijgen. Ik zou het zeggen, een eigen kantoor, eigen griffier, eigen administratie. Weet u waarom? Niemand weet het beter wat er gebeurt daar in het resort in die wijk. En dan moet zo'n RR of DR, die maakt iedere keer rapporten bij vergaderingen. Afhankelijk van de DC, die ook weer afhankelijk is van financiën. En zo gaat dat alsmaar door. Want
Ik vind zelf dat de RR zelfstandig moet kunnen werken. Natuurlijk onder een controlerend orgaan van de leiding van het land. Dus RR's worden moe om rapporten op te maken, maar er moet geen gehoor. En de DC in dit geval, waar de DC mee vanmorgen heeft gesproken, zei die, er komt geen geld in het districtsfonds of niet op tijd. Vanuit het ministerie van Roche kijken we naar OW die de verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Had die tijdens de droge tijd dat op tijd gehaald, dan kunnen we zeggen, regent veel, de weergode is ons niet gezind. Maar dan weten we dat gedeeltelijk van problemen die opgelost zou kunnen worden. Maar ja, dan is de vraag weer, waar wordt prioriteit gesteld? Naar Pan American kan wel prioriteiten gesteld worden. Naar een hotel Babylon kan wel een prioriteit gesteld worden. En wanneer de minister van Financiën ik de vraag stelt, het wordt te veel betaald naar staatsolie. Ga u die 2 miljard zoveel betalen, dan kunt u die tabletten voor volksgezondheid kopen. Dan kunt u de infrastructuur daarmee betalen. Maar de minister, ja, u weet, bekend antwoord, Sadi wordt niet boos. Dus dat is het. En het is een heel trieste zaak. En om nog even in Kommerwijnen te blijven, meneer Ganes, kan ik nog even doorgaan. Want er zijn echt urgente gevallen. Meneer Ganes, die begraafplaats in Resort Tamarijo. Ik had u foto's laten zien hoe vol het is, Tamarijo 2. Ik had u die foto's laten zien waar ongeveer 1,5 tot 2 hectare openbare grond is gereserveerd. Er is een ondernemer die een aula daar heeft gezet. Het raakt overwoekerd. Dat deel neem ik de DC wel kwalijk. Want iedere keer zegt hij me over een week zei hij, over een maand zei hij. Er is al een schrijver gericht naar minister, als noem maar op. Het is uiteindelijk de DC in het district die daarvoor verantwoordelijk is. Ik ben al moe om het te vragen. Maar het is een nijpend situatie nu voor de bewoners van Tamarijo. Niet van Niemendaal, zei ik hier tegen de minister, moet het lijk naar het commissariat of bij u thuis gaan? Want dat gaat een keer gebeuren, meneer Ganes. Mijn god, hoe moeilijk het is, het terrein ligt al daar. Ik heb toen met de vorige DC het voorstel om alle maatschappelijke groeperingen, van Oost-West-Bidder, van kerkelijke organisatie, onder toezien ook van het commissariaat. Er is een dependance van de bestuurdienst. Iedereen was ermee content, want het is een openbare begraafplaats. En ieder mag daar begraven, maar het moet structureel gebeuren door maatschappelijke groeperingen, maar ook onder leiding van er ook tot vandaag. Ik weet het niet waaraan het ligt. Ik hoop niet dat straks blijkt dat iemand anders het terrein heeft aangevraagd. Meneer Ganes, de man van Tamarijo al boos en min af Tamarijo. Als u de geschiedenis kent van de Javanen uit Indonesië. Ik hoop niet dat het zover komt, maar het is nu wel nijpend. Meneer Ganes, nog even in Kommerwijnen te blijven. Resort Alkmaar. U kunt nog herinneren, ik heb u beelden laten zien dat mensen hadden opengekapt bij de dam daar op Ellen, waar het ziekenhuis is. Die hele mangrove dam die Ellen beschermt tegen wind en weer en rivierwater en afkalving. Ik krijg beelden van verontruste bewoners van Ellen dat een meneer een bord daar plaatst en te koop zet. Ik had de vraag hier gesteld aan de minister van GBB, minister. Is daar uitgegeven en als het is uitgegeven, alsjeblieft, trek het in. Wanneer ik gisteren die beelden kreeg, iemand een bord plaatst te koop. Iemand gaat niet zomaar een bord plaatsen te koop, tenminste. Of dat moet die persoon daar niet kloppen daarboven. Wat ik natuurlijk hoop, want als die man een beschikking daar heeft, dan gaat het niet mooi zijn. U gaat heel Ellen hier krijgen. En natuurlijk heb ik ze even gezegd om rust te manen. Ik heb een statement gevraagd vandaag, alvorens de openbare vergadering. En via de voorzitter, de minister van GBB gevraagd. Ze had beloofd dat het niet wordt uitgegeven. Weet u, meneer Ganesh? Het lijkt alsof het stuurloos is. Of het chaos. Ik wil het dat niet zeggen. Het is mijn mooi geliefd Suriname. Mooi land. Maar het doet je wel wat. Om al dit soort dingen nu. Al 4 jaren. Santoki.
Brunswijk dit allemaal moet meemaken. En eenmaal u hier bent, ook dat nijpend vrachtstuk van Monikarta. Ik heb via een ambtenaar van sociale zaken dat de minister zegt, er zijn al kaarten. Stuur ik de mensen naar de dependance van sociale zaken, wordt gezegd, uw kaart is nog niet binnen, want er zijn geen kaarten, er is geen materiaal. Mijn gunst, wie moeten we nou geloven? Maar feit is dat de mensen die een beschikking hebben, nog steeds hun geld nog niet beschikken, hun moneycard dan nog niet in handen. Wat had ik voorgesteld? Om die oude kaarten te heractiveren voor degenen die al een kaart hebben en vervallen. En voor de nieuwe, als je dat nog niet hebt, laten de mensen hun gelden ontvangen per kas of via de bank. Weet u hoeveel oudjes nu huilen? Meneer Ganesh, er is nog zoveel om op te noemen wat nu speelt. Maar bij deze, het zal te ver voeren. In een volgende item zal ik verder over komen wijnen praten. Maar ik ga toch snel herhalen. Regering, waterleiding, u had beloofd nadat de bewoners had gebarricadeerd. We zijn 4 of 5 maanden verder. Nada. En dan nog. Minister van Financiën, als u geen geld hebt, gaat u het geld halen dat u te veel had betaald bij staatsolie.